Ik stel voor dat wij gaan lezen met elkaar uit de schrift. En dat doen we om te beginnen uit de 22e psalm. Een psalm van David, die op een kwaaie dag er wel heel diep doorheen is gegaan. Zo diep dat je haast het gevoel hebt dat een mens zoiets kan meemaken. Een man naar Gods hart notabene. Zo verloren, zo verlaten. Een psalm ook, en u weet het, die vervuld is in Jezus, de man naar Gods hart. We lezen vanaf vers 17. Nee, ik zeg het verkeerd. Vanaf vers 15. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Want honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord, al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij zien het aan, ze kijken naar mij, ze verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Tot zover. En dan nu uit Matteüs 27. We hebben op de biddag gehoord over het feit dat Jezus die verdovende drank weigerde, voor hem geen druppel verkwikking, om het lam te zijn, het lam, de zondebok, ik zeg het maar even, wilde het echt zondebok zijn, dan moest het zonder verdoving worden geslacht. De discussie is gaande tot op de dag van vandaag in de Nederlandse regering. Deze zondebok van deze dag wilde bewust zonder verdoving worden geslacht. En lezen we nu vers 35. Nadat zij hem gekruisigd hadden, verdeelde zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. Tot zover. Het thema is voor de verkondiging: wat houd jij aan Jezus over? En om te beginnen wil ik de kinderen uitnodigen. Nou, dat is mooi dat jullie er allemaal weer zijn. Ik heb een tas meegenomen. En we hebben net gelezen over de Heer Jezus. En dat verhaal kennen jullie, de Heer Jezus aan het kruis. En toen hebben ze zijn kleren die hij aan had, de soldaten, nadat ze het kruis geslagen hadden, hebben ze zijn kleren verdeeld. Zo ging dat.
wat er overbleef van iemand die werd gekruisigd was voor de soldaten. Nou, Jezus had ook een paar dingen aan. Ik heb even wat dingen meegenomen. Dat zijn natuurlijk niet de spullen van Jezus, dat zijn de spullen van mij. Hè? Dat snap je wel. Maar even als een voorbeeld. Kijk, Jezus had schoenen aan natuurlijk. Nou, die leggen we maar even dan hier neer. Zie je dat? Even goed opletten hoor. Doe je net of je ook een soldaat bent. Ja? En nou, Jezus had niet een broek aan. Ze hadden vroeger een mantel aan. Zoiets als ik nu aan heb. Maar ik heb maar even een broek meegenomen. Want ik heb niet zo'n kleed. Dus nou, die broek erbij. Hupsakee. Even kijken. Oh ja. En je had ook een soort onderkleed. Je zou dat een hemd kunnen noemen, een lang hemd. Nou, ik heb niet zo'n lang hemd, maar ik heb maar even een shirt meegenomen. Dat leggen we er ook bij. En dan was er nog één ding. Oh, wacht even. Nou ja, die zit er niet in. Een riem. Jezus had ook een riem om het allemaal bij elkaar te houden. Maar die ben ik geloof ik vergeten. Nou, dat geeft niet. En hij had hier ook een heel mooi opperkleed. Zo heet dat. Een jas, zou je kunnen zeggen. Wat je over alles dan aandeed. Nou, dat heb ik natuurlijk ook niet. En Tine heeft toen maar even iets opgezocht. Wat er ook wel mooi uitziet. Kijk. Het is gewoon uit één stuk gemaakt. En nou, die soldaten zeiden, het is wel jammer om dat te gaan scheuren. Dat is ook wel jammer, hè? Om dit in vier stukken of zo te knippen. Dus weet je wat? Daar gaan we om loten. Nou, dat leggen we er ook even bij. Dat leggen we hier neer. Wat zou je willen hebben? Jullie willen niks hebben, dat begrijp ik ook wel. Jullie willen er helemaal niks van hebben. Je hebt er ook helemaal niks aan, hè? Nee. Maar je kunt je voorstellen, nou, als je nou eens even ziet hier, wat hier nu ligt. Dit is zo'n beetje wat die soldaten aan Jezus overhielden. Misschien dat ze met z'n vieren waren of zo. Dat zou heel goed kunnen. Met z'n vieren hadden ze Jezus aan het kruis geslagen. En dan houden ze dit aan Jezus over. Maar vooral natuurlijk dat hele mooie. En dan gingen ze om loten. Het was natuurlijk even afwachten. Het was echt een lot uit de loterij. Als je dat mooie kleed dan meekreeg. Want die oude schoenen, wat heb je daar nou aan? En die broek. En dat hemd. Maar dit, dat wilde iedereen wel hebben. Maar ja, dat was natuurlijk wel een gok. Dat was een lot uit de loterij. Weet je, nou, weet je, ik kom even aan jullie iets anders vragen. Nu we dit verhaal eventjes zo hebben gezien. Wat zou jij van Jezus willen hebben? Wel eens over gedacht. Wat zou jij van Jezus willen hebben? Ja. Een nieuw hart. Fantastisch. We zitten gelijk weer helemaal, hup. Fantastisch, jongen. Ik ga het ook. Geweldig. Geweldig. Heel mooi. Beter kun je het niet zeggen. Dat is het liefste wat Jezus wil geven. Dat hij je vergeeft. Dat hij door de Heilige Geest bij je is, in je is. Dat je er een ander mens van wordt. Dus ja, ik ben eigenlijk klaar met mijn voorbeeld. Wel jammer hoor. Maar vooruit. Het is wel gelijk goed. Nou, ik ga nog heel eventjes door. Want het zou natuurlijk kunnen zijn dat we soms vragen om van alles en nog wat van Jezus. Dat het lukt en dat het fijn gaat op school. En dat je niet dit, dat je niet ziek wordt. En dat je, nou ja, allemaal dingen mag je ook allemaal vragen. Maar het zou wel jammer zijn als je zou vergeten te vragen of Jezus wil geven wat hij echt voor je heeft. Dat hij je vergeeft. Dat hij met zijn geest bij je is. Dat hij zelf helemaal in jouw leven wil zijn. En weet je, kom eens even hier staan. Kom eens even om, hier omheen staan. Dan laten we al die spullen die daar liggen op tafel, laten we maar even voor wat ze zijn. Want dat is toch, ja, dat ene kleed misschien, dat lijkt nog wat, maar de rest is toch niet zo heel veel waard. Kijk, hier staan we bij het, hoe heet dit? Hoe heet dit? Wie weet hoe dit heet? Het doopvond. Het doopvond. En dat doet heel erg denken aan het kruis van de Heer Jezus. Hoezo? Leg mij eens uit. Waarom
waarom moet je bij het doopvont denken aan het kruis van de Heer Jezus? Wie weet dat? Dat is een goede vraag, dat weten jullie niet gelijk. Wie weet dat? Waar gaat het in de doop over? Het water? En waar herinnert dat aan, dat water? Dat al je zonden vergeven worden. Precies, precies. Dat herinnert aan dat al je zonden vergeven worden. Dat Jezus gekruisigd is. Dat herinnert aan het bloed van Jezus, zeggen we dan. Die soldaten zaten onderaan het kruis. Die waren alleen maar bezig met die kleren. En die vergaten wat er boven hun hoofd gebeurde. Het zou jammer zijn als wij van alles van Jezus willen hebben en zouden vergeten wat hij ons in de doop, want jij bent ook gedoopt, wat hij jou in de doop heeft beloofd. Zie je? Het ligt heel dicht bij elkaar. Die spullen daar en wat hier is beloofd. Maar wat God jou in de doop heeft beloofd, is zo geweldig. Dat is precies wat jij net zei. Waar sta je ook alweer met dat goede antwoord? Oh ja, daar. Je hebt het. Ja. Hij heeft hier beloofd wat jij zei. Ik wil jou helemaal nieuw maken. Ik wil bij je zijn. Nou, laten we dat maar proberen te onthouden. Een fijne morgen met elkaar.
We zingen in antwoord op de verkondiging een loflied. Een loflied op wat God ons heeft bereid. Wie Hij voor ons wil zijn. Psalm 68, het tiende couplet. Psalm 68, het tiende couplet als antwoord op de verkondiging. Gemeente van Christus, broeders, zusters. Het was de gewone gang van zaken. Dat de kleding van een kruiseling verviel aan de soldaten. Hielden die jongens er ook nog wat aan over, een extraatje zo gezegd. Ja, dat was het lot van een ter dood veroordeelde. Dat je spullen al werden verloot voordat je goed en wel dood was. Nou ja, je kon erop wachten tot hij zijn laatste adem uitblies, maar het was toch een gedane zaak. Voorbij. Dus waarom niet gelijk de boel verdeeld? Al met al een wrang gebeuren. Terwijl Jezus daar hing, met wellicht alleen nog een lendendoek om, graaien de soldaten in de laatste spullen die ze van zijn lijf hebben gerukt. Matthäus is er heel kort over. Hij vertelt het bijna tussen neus en lippen door, zomaar in één zin. Johannes die deed het wat uitvoeriger. Hij somt het op. Wat het dan bij elkaar was. Een hoofddoek, zoals je die in het oosten hebt, weet je wel. Als bescherming tegen de zon. Een onderkleed. Een gordel. Sandalen en een open kleed. En die Johannes, die verwijst ook even terug, doet Matthäus trouwens ook. En zegt, het is hem vergaan zoals stond in de psalmen. Het verging hem daarmee als ieder ander die ter dood veroordeeld was. Zijn kleren verdeeld. En over zijn kleding het lot geworpen. Ja, want dat ene kleed dat was te mooi om te verdelen, te scheuren. Uit één naad geweven. Daar hebben ze toen het lot overgeworpen. En maar hopen dat je dan geluk hebt natuurlijk. Zo'n kleed, een lot uit de loterij. Ja, je houdt zo nog maar eens iets meer aan Jezus over als dat je had gedacht. Die dag. Intussen zo pijnlijk als wat. Terwijl ze dus bezig zijn met die spullen, is hij voor hen eigenlijk al dood. Zo schrijft Matthäus het ook. Nadat zij hem gekruisigd hadden. Ja, met dat hij er eenmaal hangt, hebben ze er geen omkijken meer naar. Toch? Met hem waren ze klaar. Het enige wat nu nog interesseerde was, ja, die spullen dan, die op een hoopje tussenin lagen. Wat zij die dag aan hem overhielden. Of dat meeviel of tegenviel. Dat is het verhaal. En ja, eerlijk gezegd,
Je kunt je hoofd schudden, maar lijkt mij dat je het als soldaten moeilijk kwalijk kunt nemen. Wisten zij veel? Die Jezus, die was er gewoon één in de rij. Die dag werden er 3 gekruisigd. En hij was 1 van de 3. Het maakte hen niet uit. Het ging hen alleen, ja, om, ik zei het al, wat je er als extraatje aan overhield. Ze hadden er voor de rest helemaal niks mee. Met die andere 2 niet en met Jezus evenmin. Dus ja, die jongens doen gewoon hun werk. En doen als altijd. Maar wij? Wij weten wel beter, toch? Wij die ons hoofd schudden over die soldaten. Misschien. Wij weten wel beter, nietwaar? Dat het maar niet om een paar spullen gaat die hij die dag nalaat. Maar dat het gaat om hemzelf. Zoals hij daar hing. Hij voor mij. O God, ik ga verloren, zo zingt een passielied, om wat ik heb gedaan. Als het die dag er eerlijk aan toe was gegaan, dan had niet hij gehangen, toch? Niet anders dan goed gedaan. Zelfs Pilatus moest het toegeven. Ik vind geen schuld in deze mens. Ik zou niet weten wat er aan schort, aan mankeert. Nou, als u en ik er hadden gestaan, was de uitspraak wel anders uitgevallen, denk u niet? En zeker als je bedenkt dat er één is die nog veel verder kijkt en veel dieper ziet dan Pilatus ooit kon die dag. Eén die kijkt tot op de bodem. Wat blijft er dan van u en mij over? Hoe sta je dan bij die dag? Nou, dat wordt hangen. Toch? Ik zou het niet anders weten. Maar hij hangt niet. Hij hangt. Nadat zij hem gekruisigd hadden. Het is de omgekeerde wereld. En wij zitten erbij, die soldaten om te beginnen rondom dat kruis. De spullen te verdelen. En wij, ja, wat doen wij nou eigenlijk? Wat doe je nou eigenlijk? Je weet, ik verkondig het opnieuw, nu in die paar zinnen, hoe het zit. Dat geheim, hij voor mij, met alle zegen die daarin ligt. En dat is ongekend. Kun je dag aan dag en een eeuwigheid lang mee toe, moet je voorstellen. Maar het kan zomaar wezen, dat je verdacht veel op die jongens lijkt. Ik bedoel die soldaten. Nee, ik ga niemand hier vanaf de hoogte zitten beschuldigen. U moet het maar eens even nakijken in uw eigen leven. Hoe het nou precies eraan toe gaat. Dat lijkt mij het beste. Gewoon even nakijken. Dat je soms meer uit bent. Meer belang hebt bij dat wat je aan Jezus overhoudt. Aan spullen zo gezegd. Dan dat je nou gelijk verlegen zit om hemzelf. De spullen. Wat het ook maar is. Jij via hem bemachtigen kunt. Waar bid je eigenlijk om? Als je 's morgens opstaat. Wat is je belang? Als je al bidt.
misschien kom je niet eens aan toe. Denk je, laat me even zitten. Ik ga het even heel raar zeggen. Laat maar even hangen. Hangt er vanavond ook nog wel. Zou zomaar kunnen. Ik denk niet dat ik nu abacadabra zit te praten, of wel? Laat maar zitten, laat maar hangen. Hangt dat wel goed? Misschien dat ik er vanavond aan toe kom. Ja, voordat je hoofd schudt over die soldaten, begrijp je? Wat doe jij er eigenlijk mee met hem? Nou, en verder, ja, als het nou een beetje lukt en loopt in je leven en je bidt zo eens een paar keer tussendoor en je dankt er ook nog eens voor. Je beseft heel goed, nou heb ik allemaal niet te danken aan mezelf hoor, nee, dat heb ik echt wel te danken aan God en zo. En het lukt en loopt, het zou zomaar kunnen zijn dat je er dik tevreden mee bent. De spullen. Sandalen, een gordel, een onderkleed, een opperkleed. Als je er maar een beetje warmpjes bij zit. Wat een zegen, zeggen we dan. Ja. Zij je gegund, waarom niet? Maar is dat wat hij op zijn hart heeft? Dat jij wat aan hem overhoudt en dat je daar dan blij mee bent. Ik denk dat die soldaten niet eens aan toegekomen zijn om nog eens even naar boven te kijken en te danken. Hoewel, die ene die dat geluk had, dat lot uit de loterij, weet je wel, met dat hele mooie kleed uit één naad geweven, dat echt wel een beetje, dat echt wel wat waard was. Ik kan me voorstellen dat hij het in de lucht gestoken heeft en zoiets heeft gehad. Bedankt. Kan ik me zo maar voorstellen. Als het ineens even heel royaal er aan toe gaat, dan wil je nog wel eens even zo naar de hemel kijken. En, hè? Geluk hebben heet dan zegen. Althans, zo noemen wij dat dan. Ik zeg het nog een keer. Ik ga niemand hier vanmorgen zitten beschuldigen en in de hoek zitten zetten. Daar ben ik niet. Dat is niet mijn opdracht, alleen een spiegel voorhouden. Mag zelf erin kijken. Maar het zou kunnen wezen dat wat hij met je voor heeft, dat jouw bestaan met hem de dood inging. Dat oude van jou, die gewone manieren van doen, weet je wel, waar jij zo vertrouwd mee bent, maar waar God zo moeilijk mee uit de voeten kan. Dat de dood inging. Dat daarmee afgerekend werd. Dat werd verzoend. Dat je eigenlijk niet zo heel veel schelen kan. Dat je dat ook het liefst nog maar een beetje vasthoudt. En dan zegt, ja, maar daar ben ik nog net niet helemaal aan toe. Ik wil best, ja, wat wil je allemaal niet? Dit en dat, maar zo je leven verliezen. Zo jezelf kwijtraken. Zo toegeven, o God, ik ben verloren. Met al die gewone maniertjes van doen. Maar die gewogen op uw weegschaal te licht bevonden zijn. Zo loos, zo leeg, zo arm, zo nikserig. Zo weinig van uw liefde. Zo leeg aan wat u zoekt. Nee, dat nog even niet. En dat je hem dan gewoon laat hangen. En waar hij precies mee bezig is, dat is niet waar jij mee bezig bent. Zijn ding, niet jouw ding. Dat zou zomaar kunnen. Dat hij ermee bezig is om dat eronder te krijgen, door het gericht heen,
dat het de dood ingaat, dat er mee afgerekend wordt en dat jij zegt, wil je alsjeblieft van mijn leven afblijven en niet te veel commentaar en kritiek leveren, want ik doe mijn best en... Als zo niet goed is, dan hoeft het voor mij helemaal niet meer. Ik weet het niet precies. Ik kan niet kijken in uw hart. Ik weet niet precies wat er allemaal omgaat in je leven. Ik weet wel dat die soldaten minder ver bij ons vandaan staan dan we zelf soms willen geloven. En ik zeg het nog een keer, kijk het nog maar eens na, waar jij nou precies om bidt en voor dankt en waar jij om verlegen zit. Dat weet je zelf het beste. Hij is in ieder geval, met dat hij werd gekruisigd, maar op één ding uit. Waarop uit? Om die naam van zijn Abba met bloed te bezegelen. Welke naam? Deze naam. Barmhartig, genadig, geduldig, groot van goedheid en trouw. Daar hangt hij voor. Nadat zij hem gekruisigd hadden. Ja, en toen was hij bezig die klus te klaren. Zij waren er klaar mee. Zij dachten, dat is voorbij, dat is uit en over. Maar toen en daar. Dat gevecht, die worsteling. Erop worden afgerekend. Want ja, God is barmhartig. Maar er moet er ergens één bloeden. Want God is geen Sinterklaas. Heilig en rechtvaardig. Het kan niet bestaan dat de schuld zomaar door de vingers wordt gezien. Dat zou ook te gek voor woorden zijn, toch? Stel je voor, al dat onrecht, dat God zegt, nou ja, vooruit, we praten er niet meer over. Dat kan toch niet? Dat kan toch in de wereld niet bestaan, dat onrecht op die manier wordt afgedaan? Zou God het dan wel moeten doen? Mensen zeggen, ik kan er niet goed tegen een God die bloed moet zien. Nou, God moet geen bloed zien, maar God moet wel recht doen. En dat is maar goed ook. Ik moet er niet aan denken, oh God die zegt, nou ja, vooruit. Al dat onrecht in de wereld, afschuwelijk, wat mensen elkaar aandoen. In het groot, ja, maar ook heel dichtbij in het klein. En dat wat ik hem aandoe, zou toch te gek zijn. Als hij zou zeggen, het maakt niet uit, wat is dat voor een God? Mag hij alsjeblieft opkomen voor zijn eigen recht en zeggen, hier kan ik niet mee leven. Kijk, en wat dan barmhartigheid is, dat terwijl hij er niet mee leven kan, dat niet jij en dat niet ik daar hang. Maar dat als er dan wordt afgerekend, hij zelf hangt. Nadat hij gekruisigd was, bezig de klus te klaren. En nu u en ik, begin je dan te bidden. Waar Jezus begon, uw naam. U bent uw naam aan het waarmaken die dag. Het is veel meer dan een kleed en een riem en een paar sandalen. En desnoods nog een heel mooi kleed erbij. U bent iets aan het bereiden, zo ongekend. Die naam aan het waarmaken. De naam van God voorgoed met bloed bezegeld. Dat die ja en amen wordt. Voor u, voor mij, voor iedereen. Dat het niet meer stuk kan. God, barmhartig, genadig, omdat de verzoening is gedaan. En ja, zou het dan niet geweldig zijn als je gebed wat verder kwam en begon waar Jezus zelf begon, uw naam. Dat die gaat leven in mijn leven, want zo wordt die geheiligd, hè? Ik zei het net al, niet alleen maar met een lied of zo, maar dat die naam, dat die werkelijkheid wordt in mijn leven, dat ik eruit leef. Zo wordt zijn naam geheiligd. Zo krijgt zijn naam de eer. Dat ik eruit leef en dat ik het zeg. Uw barmhartigheid. En dat ik me daarmee zegen met die genade. Dat God, zoals die is. En in wat hij voor me zijn wil, om Jezus wil. Helemaal uit de voeten kan. Om te beginnen. Gewoon 's morgens als je opstaat. En dat je niet denkt, laat maar hangen. Hij hangt er vanavond ook nog wel. Dat hij de hele dag
voor je kan wezen wat hij wezen wil, je Abba. En dat je mag gaan en staan in zijn vrede, in zijn vrijheid. En dat je mag weten om te beginnen, ik leef niet zomaar een beetje in de wilde weg. En ja, ik hoop maar dat het met Gods hulp een beetje lukt en loopt. Maar dat je opstaat naar dat wat hij voor je heeft bereid. Als een geliefde van God. Een zoon. Een dochter. Om wat er verder ook allemaal die dag gebeuren moet. En wat je ook om handen hebt. Sowieso te leven als een kind. Als een kind van God. Daarvoor hing die. Daarvoor ging die. Dat had hij op zijn hart. Dat u en ik zo royaal, dag aan dag en leven lang en tot in alle eeuwigheid zouden gaan in vrede, zouden gaan in vrijheid, zouden leven als een geliefde zoon, geliefde dochter. Dat wil hij aan je kwijt. En nou u, ik vraag het nog een keer. Wat wil je van hem hebben? Wil je dat? Is dat je eerste belang? Nee, we gaan niet zeggen je moet zo lang bidden of zo lang bidden. Maar dat je er toch even 's morgens voor door de knieën gaat en zegt dank u. Dank u Heere voor uw lijden. En dat u iets deed voordat ik ergens aan dacht. Laat me er ook vandaag van leven. Ja, en dan bid je gewoon door, hè. Dan bid je gewoon door. Gelijk. Dan snap je het ineens dat onze Vader, dat is dan ook helemaal niet meer een probleem. Uw rijk, uw wil, dat u het doorzet in mijn leven. Dat u uit de voeten kan door uw geest in mijn bestaan. Dat wat u zoekt en wilt, dat dat ook is wat ik zoek en wil. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Wees dan door uw geest ook zo in mij dat ik niet alleen maar mezelf mag weten als een kind. Maar dat ik ook leef als een kind. Denk, doe en laat op zo'n wijze dat u door mij heen uit de voeten kan en zomaar dat koninkrijk van u kunt doorzetten. Misschien via een gesprek met een collega. Of gewoon omdat je bent wie je bent en de ander denkt. Dat is er echt een van God. En het kan zijn dat irriteert. Maar het kan ook zijn dat verrast. Maakt niet uit. Was bij Jezus ook. Het irriteerde of het verraste. Is niks bijzonders. Maar dat je intussen wel. Ja, dat de geest het verschil maakt. De geest die hij jou heeft bereid. Omdat hij dood ging aan dat dodelijke van ons. Daarom de geest bereid. Genade en geest. De catechismus zegt dat zo prachtig, hè. De catechismus zegt dat zo prachtig. Die zegt, weet je wat hij voor je heeft? Zijn genade en zijn geest. Dat altijd. Dat sowieso. En het was omdat hij dood ging aan dat dodelijke bestaan van jou en mij. Daarom heeft hij het voor jou, hier en nu, vandaag. Nog een keer de vraag. Wil je het van hem hebben? Of vind je het wel goed zo? Prima. Als het maar lukt en loopt. Niet te veel problemen graag. Hier en daar nog eens een extra meevaller. Dank u wel. U mag het zeggen. U weet het zelf het beste. Nou, genoeg erover, lijkt mij. Het is nu wel duidelijk. Nog één ding. Het mooiste. Eigenlijk heb ik het al gezegd, maar ik zeg het toch nog maar een keer. Zie hem daar hangen. Ja, de spullen zijn verdeeld. En wat er dan voor hem overschiet, is die lendendoek. Daar hangt hij dan. Een soort Oosterse onderbroek. Nou, dat voelt niet lekker, hoor. Na alles wat er al is gebeurd. Weet je hoe dat eruit gezien heeft? Maar het doet me ineens denken
aan het begin van de Bijbel. Adam, Eva, ze waren naakt. Ja, er was ook niks om je voor te schamen. In de liefde hoef je jezelf niet af te schermen, toch? In de liefde kan alles open en bloot. In de liefde voel je niet bedreigd. In de liefde kruip je niet voor elkaar weg. Maar u weet het, de liefde brak. En het eerste waar Eva tegen opliep, toen haar ogen open gingen, was haar eigen kwetsbaarheid, haar eigen ongemakkelijkheid. En ze schermde zich af voor Adam. Ze vertrouwde de boel niet meer. Adam niet meer. En omgekeerd, Adam Eva niet meer. En toen vlochten ze gauw een schort van ja, van een paar vijgenbladeren. Net wat voorhanden was, maar het voelde niet veilig meer. Die schort van vijgenbladeren, een teken van schuld en schaamte. Toen God ze riep, waar zaten jullie nou? En hè? Ja, het staat er niet bij, maar je zou bijna denken dat God zei, wat heb je nou aan? Teken van schuld en schaamte. Die lendendoek is het laatste wat erover schiet. Het is of ik Adam zie hangen daar. Adam in zijn schuld en in zijn schande. En weet je wat jij en ik daar aan overhouden? Een kleed zonder naad. Uit één stuk geweven. Jesaja zei, een mantel van gerechtigheid. Die zomaar om je schouders wordt gedaan. Als je je naakie staat voor God en niet weet waar je blijven moet. Hij kleedt mij. Tot zijn bruid. Amen.